Hallo mensen van de gamekanaal, mijn naam is HoesKevin en welkom bij deze nieuwe Flash game. Vandaag spelen wij Run to Run en Run to Run is een Flash game waarbij jij eigenlijk een zo hoog mogelijke score moet krijgen en zoveel mogelijk levels moet doen. We zijn op dit moment bij level 2 en we zijn net begonnen. Wat is het doel van het spel? Zoveel mogelijk, ja, krijg je eigenlijk punten? Nee, eigenlijk gewoon een zo hoog mogelijk level halen. En we zijn op dit moment bij level 2. En mijn record is volgens mij level 23 of zo. Ik ben benieuwd of we dat gaan halen vandaag. Ik denk niet dat we dat in deze kleine aflevering kunnen doen. Dit spel is alweer vrij oud. En de meeste van jullie zullen dit spel wel gespeeld hebben al. Maar ik vond het leuk omdat het toch best wel een oude klassieker is. Oh shit, dat was best wel dom. Omdat het toch best wel een oude klassieker is. En omdat veel mensen hem ooit gespeeld heeft. En dit toch wel een van de top, top 100 Flash games is. Naast Bubble Trouble en nog een aantal andere games staat deze sowieso in de top 100 Flash games. Er is ooit een top 100 Flash games geweest. Maar die is natuurlijk alweer... Oh, dat werkt niet. Die is alweer zo oud dat daar eigenlijk niet meer zo heel veel van te maken is. Dus eigenlijk zouden we eigenlijk binnenkort een soort van nieuwe Flash top 100 moeten maken. En waarom ben ik zo slecht? Normaal kan ik tot level 23 of zo. En ik ben nu, zoals je al waarschijnlijk al gemerkt had, heel goed bezig. Holy... Ik ben echt heel goed bezig met het spel vandaag. Normaal kan ik tot level 23 of zo, maar dat zit er nu even niet in. Het is ook alweer een tijdje geleden dat ik dit spel voor het laatst gedaan heb. En ik blijf het stom aan dit spel vinden dat, dat je zeg maar als je schuin springt, dat je er dan een soort van invalt. Hehe, ik heb eindelijk level 4 gehaald en we gaan verder met level 5. Zoals je ziet, oei, nee, dat ging niet helemaal goed. Het doel van dit spel is eigenlijk gewoon heel scheef. Eigenlijk heeft het spel niet echt een doel. We gaan gewoon proberen om zoveel mogelijk levels te doen. Oh, oké. We zijn op dit moment bij level 6. En we gaan gewoon proberen om tot level 11 te komen. En dan breek ik een einde aan deze aflevering. Ik heb tijdens deze aflevering niet heel veel te vertellen. Je kan mij in ieder geval nu mailen op kevin@gamekanaal.nl. Met vragen. Mocht jij suggesties hebben voor een Flash game, dan kun je dat daar ook heen sturen. Mocht jij andere dingen te vragen hebben, dan kun je dat ook daarheen sturen. Mocht jij denken, ik verfilm, ik ga Kevin mailen. Vind ik ook prima. Mocht je nou nog een andere leuke Flash game hebben, dan kun je deze natuurlijk ook even in de reacties kwijt. Mocht je nou toch een klassieke Flash game weten, die eigenlijk wel in de top 100 Flash games hoort, dan kun jij dat ook laten weten. Volgende week gaan we een iets ander soort game doen. Wat jullie eigenlijk niet verwachten. Maar wat toch altijd wel een onderdeel is van de Flash games. En dat is vaak het runnen van bedrijven. Dat zijn vaak... Oh, dit is heel irritant. Dat zijn vaak Flash games. Iedereen kent McDonald's 1, 2 en 3. McDonald's 1 was altijd heel basic en pixelachtig. McDonald's 2 was altijd de McDonald's game waar niemand een ruk van snapte. En McDonald's 3 hebben waarschijnlijk vrij weinig mensen gespeeld. Het heet ook niet officieel McDonald's. Het heet eigenlijk Kip Nuggets volgens mij. Nee, Burger King heet het volgens mij. Maar het wordt gezien als McDonald's 2 game. Dus in principe... is het McDonald's game en zou je ook heel ver moeten kunnen komen. Zoals je ziet zijn we nu al bij level 9 en we gaan even kijken wat voor game we volgende week gaan doen. Misschien wordt het een McDonald's game, misschien wordt het een Burger King game, misschien wordt het wel een andere game. Ik moet nog even gaan kijken wat voor ideeën ik daarbij heb. Want ik heb namelijk nog wel een soort van lijstje. Wat ik ook kan doen is een game die een beetje samenhangt met een soort van serie.
Ik volg de laatste tijd heel veel Amerikaanse series, zoals The Event, The Walking Dead, 13, Hawaii Five-O, maar dat deed ik altijd al. En allemaal van dat soort dingen doe ik al jaren. Als ik zomers vrij heb of vakantie heb, ga ik op zoek naar een serie en dan ga ik die zomer kijken. Zo heb ik ooit een keer in zomer de serie 24 helemaal uitgekeken. Echt, ik vind dat nog steeds een van de beste series ooit gemaakt. Er zijn veel mensen die mening met mij zullen delen. En de laatste tijd ben ik steeds meer op zoek naar series en sturen mensen mij uit de klas. Die zeggen, ja, dit is wel een vette serie. Nou, dan sturen mensen mij die toe en dan ga ik dat bekijken. En ja, dan heb ik weer wat te doen een tijdje. Dat doe ik wanneer ik zin heb. Of als ik een keer geen video's aan het opnemen ben. Of als ik gewoon een keer helemaal niks te doen heb. Oei. Oké, we gaan proberen dit level nog even te halen. En dan breiden we een einde aan deze aflevering. Ik wil je in ieder geval alvast bedanken voor het kijken. Geef een groen duimpje omhoog. Abonneer op een game kanaal. Abonneer op twee game kanaal. En dan zeg ik... Of nee, dat zeg ik niet. Dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Mocht jij nou denken, ik wil jullie graag volgen op Twitter of ik wil jullie Facebookpagina liken, dan kun je dat ook even doen. Mocht je nou denken van, Kevin, ik wil een mailtje naar je sturen, dat kan op kevin@ungamekanaal.nl. En dan zie ik jullie aanstaande zondag weer bij een nieuwe tutorial waarin wij hopelijk Minecraft gaan updaten. Nou ja, Minecraft is al geüpdate, maar hopelijk in ieder geval Essentials gaan updaten en Permission X. En misschien ga ik nog wat permissiedingen uitleggen aangezien nog niet alle plugins geüpdate zullen zijn voor deze game. Of voor deze game, voor Bucket. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij een nieuwe Flash game of misschien wel een nieuwe tutorial.